is a remix for Hartwell and Cashmere. De editie van de 27e Appelpop zit er weer op. Ook dit jaar weer over de 100.000 mensen op de been die genoten hebben van allerlei superacts die optraden op 3 verschillende podia op de Waalkade in Tiel. Esther van Omroep Gelderland sprak onder andere met André Keij van de organisatie Miss Montreal en de Mannen van Bluff. André, het allergrootste gratis festival van Nederland. Hoe trots ben je nu het weer begonnen is? Ja, heel erg trots. Ik bedoel, ik ben bij de 5e editie ingestapt. En toen was het voor het eerst, of de 2e keer op de Waalkade, nog met een eigen podium en veel kleiner. Ja, en als je dan nu om je heen kijkt, dat heb ik de afgelopen jaren steeds. Ja, daar koude rillingen. Zonder enige twijfel, ja, ja. Hoe is het om een gratis festival te organiseren? Is dat nou lastiger? Nou ja, in die zin lastiger natuurlijk dat een betaald festival zijn recetten binnenhaalt. Dus die heeft in ieder geval van de kaartverkoop al een hoop centen binnen die ze kunnen besteden. En wij moeten het doen met sponsoring en omzet. Dus je volledige plaatje is wezenlijk anders. Hoe programmeer je dan? Waar let je dan op behalve de centen? Nou ja, qua programmering programmeren we niet anders dan betaalde festivals. Uiteindelijk proberen we zeggen met Appelpop altijd, we doen nog één keer de hoogtepunten van het festivalseizoen. En wat in de clubcircuit aan de hand is en wat nieuwe dingen die wij ontdekt hebben waarvan wij denken dat de mensen dat leuk vinden. Dus die mix proberen we altijd te maken. Maar qua programmering doen we het niet wezenlijk anders dan andere festivals. Uiteindelijk, dan betaalde festivals bedoel ik. Wie moet er nou echt nog een keer naar Tiel komen, als het aan jou ligt? Ja, ik heb niet echt een wensnaam. Als ik daarin, dus al het budget had wat er maar was? Poeh, alle budget wat er was. Ja, iemand zei dus, ja, dat weet je niet. Stones? Maar dat gaan we niet hebben, kunnen we niet betalen. Dus dat gaan we niet doen. Nou ja, dan doen we het gewoon met Leeuw Kleine. Ja, dat is ook prima. Ja, zeker. Waarop wachten jullie? Op Leeuw Kleine. Is hij zo fantastisch? Ja, hij is geweldig. En wat is er zo leuk aan hem dan? Alles. Ja, hij is knap. Hij is leuk, hij is, ja, gewoon alles. En jij staat ook te wachten op Leeuw Kleine? Ja. En waarom? Wat is er zo leuk aan hem? Ja, weet ik niet. Gewoon leuk. Ja, maar is zijn muziek leuk? Of vind je het een knappe jongen? Ook knappe jongen. Ja. Ja, hij stond bijna naakt op het podium, hè? Ja. Dat vind je wel leuk, zeker? Ja. Nu ben ik in de straat voor de en ik kan niet voor je liegen. Nou, ik val een hoge tempo, we zijn de handen, grote ogen. Ik heb mijn stoelen vies, we slapen niets, knuffel iets en fuck je. Ik ben met de rokken, ik stel je steeds aan de dieren. Ja, heel veel mensen zijn hier van ons 30 vriendengroep. 30 man of zo. Ja, hoort dat bij Appelpop? Gezellig ja, met het hele gezin naartoe gaan? Ja, en echt Tielse gaan naar Appelpop. Altijd. Ja, maar dan ook echt met z'n allen? Ja, met z'n allen. Ja, tuurlijk. Hoort erbij. Van jongens af aan. Maar het is wel gênant dat we helemaal uit Amsterdam hierheen komen. Voor alleen Leeuw Kleine. En zo weer gaan. Oh, je gaat serieus zo alweer weg? Eigenlijk om je bed te liggen, hè? Maar dit, ja, vandaag maar zo blijven dus. Ja. Dan reizen jullie hem dan elke keer achterna? Nee, dat zou wat zijn. Constant wat nee. Nee, gelukkig niet. Hoe lang heb je hier naar uitgekeken? Nou, gisteren. Gisteren wordt eerst. Ja, ze vroegen of ik meeging, dus dan ging ik maar mee, hè. Maar je komt niet uit Tiel. Nee joh, uit Houten. Hoe komt het toch dat dit zo groot is geworden in Tiel? Ja, weet ik ook niet. Gratis. Ja, gratis. Ja, merk je dat dat voor jou een drempel minder is om dan te gaan? Nou ja, voor mij niet, maar ik denk voor veel mensen wel. Nou, een paar vriendinnen van ons zijn op de camping, maar dat vond ik nog echt wel te wild. En dan breng je er zo naar bed? Ja, ik niet. Mevrouw, ik ga door vanavond. Nou, ik zou zeggen, goede terugreis. Ja, nou, dankjewel. En toch fijn dat jullie helemaal naar Tiel zijn gekomen, speciaal van Leeuw Kleine. Mijn vader woont in Tiel, dus ik moest wel. Als je nu kijkt naar een Appelpop, wat een gratis festival is, het grootste van Nederland. Ja. Is dat nou voor jou nog iets bijzonders of merk je daar wat aan? Ja, heel erg. Want je hebt door dat iedereen die hier is, iedereen hier is hier gewoon voor gratis. Dus het
publiek ook, maar ook de vrijwilligers. Ja, en dan hangt er zo'n euforische sfeer en dat heb je gelijk door als je oploopt, dan is iedereen allemaal woe! Ja, en dat is althans, even afkloppen, dat hoop ik. Maar, je moet nog. Ja, nee, maar meestal wel, hey, Kato! Maar dat is echt, ja, dat is heel leuk en ik ga er wel even bij stilstaan, want er zijn niet meer heel veel festivals. Ik heb wel geteld dit seizoen op één ander vrijwilligersding gestaan. Ja, en dat voel je gewoon alles. Iedereen doet zo zijn best. En ja, dat is gewoon heel fijn. Dat is gewoon heel tof. Ja, en ik zag toen straks de plakaten hierachter. En dan zie ik al een paar keer jouw naam hier voorbij komen. Dus je hoort wel een beetje al echt bij het Appelpopgevoel, ja, natuurlijk. Maar je bent eigenlijk op een heel klein podium hier begonnen, hè? Nou, dat is wel mijn favoriete podium. Ik vind dit ook gaaf, hoor. De mainstage natuurlijk is heel cool. Maar dat buitenpodium daar, ja, dat was wel... Ik weet dat nog. Het was... Ik speelde volgens mij om 7:00 s'avonds of zo. En dat was in 2010, denk ik, of 11 of zo. Ik weet dat niet meer. Maar ik weet nog dat ik toen dacht... Oké, okay, ik ga gewoon denk ik springen en dan kijk ik wel of iedereen ook meespringt. Had ik nog nooit gedaan. Nou, en toen gingen ze gewoon los en dat, ik vergeet dat nooit weer. Dus dat podium heeft voor mij heel veel emotionele waarde. Dus echt een plekje in je hart, ja, heeft het gereserveerd. Ja, en ik weet dat ik daarna nog hier op de mainstage stond in de tent. En ik weet nog, ik weet nog exact hoe ik eruit zag. Wat ik aan had, waarom had ik dat aan. Het was echt verschrikkelijk. En ik weet nog dat ik toen dacht, ja, ik hoor hier nog niet thuis. Ik voel me veel fijner daar. Maar nu denk ik wel dat ik die hele tent gewoon plat speel. Als Tiele naar Appelpop, van in de Tolhuisstraat tot een trailer muziekfestijn uitgegroeid tot groot muziekfestijn. Dat had je toen niet gedacht, hè, dat dit het zou worden? Nee. Wat is volgens u het geheim van Appelpop? Gezelligheid, wijn en bier. Er gebeurt, ja, qua erge dingen gebeurt er nooit echt wat. Het is altijd gezellig. Alle leeftijden zijn er, van jong en oud. Het is elk jaar leuk. Dus, en het is gratis. Hoe fijn is dat? Ja, toch wel heel fijn. En voor wie komt u dit jaar speciaal? Sanne. Topper, hè? Miss Montreal. Top. Hey, als ik zo zat te kijken naar de afgelopen jaren, ja, dan moeten jullie wel een beetje fan zijn van Appelpop, gezien het aantal keren dat jullie hier al gespeeld hebben. We hadden het er dus net over of dat 5, 6 of 7 keer was. Dat weten wij zelf eigenlijk niet. Ja, is dat volgens mij 6, 7, dacht ik. Ja. 7. Maar de meest memorabele was toch wel de één na laatste keer dat we hier zijn geweest. Dat was een memorabele. Toen kwam op een gegeven moment onze allergeliefde Bas. Hi. Werkelijk waar. Hij was nog gezellig aan het eten hier vlakbij. En dacht dat het een uurtje later zou zijn. En net op tijd komt hij op een gegeven moment met echt stofwolken komt hij binnen. Niemand heeft dat in... Oh, rennen, Bas, rennen! Hij komt dus echt het podium op rennen en meteen oortje en tada! En niemand in Tiel heeft dat gemerkt? Nee. We zijn ook nog nooit te laat geweest. Toen bijna, maar het is ook goed gekomen. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt, houdt me nuchter en warm. Ik moet ook natuurlijk wel even over Zouterland hebben. Nou ben ik benieuwd, als je dan in de auto zit, hè, en je hoort dat nummer geregeld. Zet je hem dan nog harder of ben je dan zelf toch ook stiekem wel af en toe denkt, ik ken hem wel, ik zet hem wat zachter. Ik zet hem toch altijd nog wel even harder, ja. Nog steeds? Ja. Dan vind ik het nog steeds gewoon, als hij dan voorbij komt, denk ik altijd weer, goh, er zijn nu toch al duizenden mensen die hem ook horen. Dus ik blijf dat ook na 27 jaar nog steeds wel bijzonder vinden. Maar het is niet zo dat ik het nummer zelf nog echt kan aanhoren. Dus soms
dat heb je soms met liedjes, dan gaan ze eigenlijk stuk op de radio. Omdat ze zo vaak gedraaid worden, weet je wel. Maar ja, aan de andere kant, een band wil niks liever als zo'n enorme hit scoren natuurlijk. Dus het is vooral geen klacht. Maar, nog steeds trots is maar, als je hem hoort. Ja, ja maar gek genoeg, als je hem speelt, verveelt dat dus nooit. Dat is echt altijd leuk. Ja, en dat jullie gek zijn op chocola, dat zie ik wel. Maar wie is hier nou de appelspecialist? Dat vind ik wel echt een hele slechte vraag eigenlijk. Je bent in Tiel en ik moet het er toch echt wel over hebben. Wij kregen vroeger, hier altijd een kistje met appels, met Elstars. Ja, in het theater ook, hè? Ja, in het theater ook. Ja. Hete bliksem. Ja, dat is erg lekker. Maar vooral wel nu in het seizoen, straks als het kouder wordt, hè? Dus natuurlijk, ja. Gewoon appel, koken met aardappel en dan en je bek verbranden dan. Ik heb het geprobeerd. Maar hoe ik het ook werd of keer, mijn huis beschermt niet meer. Appelpop 2018, wat een topfeestje was dat. Wilt u de verschillende optredens nog eens terugzien en meer informatie beleven van Appelpop 2018? Check dan de Facebookpagina van Regio TV Tiel.